ik ben helemaal niet zweverig, maar Wodka was gewoon een kat die mensen aanvoelde. En als je langsliep om gewoon een aardje te geven, dan kon je een krab krijgen. Maar als je zenuwachtig bent of verdrietig bent of een rotdienst had gehad, kwam je altijd naar je toe. Dus vandaar dat we ook op het plaatje straks onthullen, Wodka, een kat met een missie, want dat was hij zeker. Ik ben echt sprakeloos met hoe mooi die geworden is. En hoe eibaar die geworden is. Ja, dit was natuurlijk ook het doel, hè, dat hij straks eibaar is, ook voor kinderen. Ja, ik heb echt geen woorden gewoon hoe mooi die is eigenlijk. Blijdschap en ontroerdheid in elkaar. Tanneke, het beeld is tot stand gekomen door een crowdfundingsactie. Ja, en dat geld was zo binnen, hè? Nou, verbazingwekkend. Ook de mede-initiatiefnemer Anja van Dijk belde ik op. Ik zeg, echt, heb je gezien hoe hard het gaat? Bizar. Maar ook gewoon hoeveel zo'n kat betekende. Dus dat we echt bij het rechte eind hadden van die kat verdient een monument. Ik woon niet toevallig vlak achter, dus een wandeling hierheen is altijd heel makkelijk. Dus ja, daarom zou ik hier vaak even langskomen om even te begroeten. Vooral als ik hem mis of als ik zelf ergens mee zit. Het is toch wel fijn dat hij er is hier. Ja. Ik denk ook voor medepatiënten hier dat het ook wel fijn is dat hij er weer is. Om weer troost te kunnen bieden. Ik vond het echt lekker.